Welkom bij de eerste video van mijn nieuwe serie Making the Shot. Het is een serie waarin ik een cinematic breakdown doe. Dit is de scène waar het in deze video om gaat. Het is een set in een bed and breakfast waar ik verbleef samen met mijn gezin. En toen ik dit zag, dacht ik meteen aan een avondshot. Iemand die tv zit te kijken. Hier moet ik gewoon wat mee. Welkom, leuk dat je kijkt naar deze video en mijn naam is Kevin van Diest. Ik ga dus de cinematic breakdown doen van deze set. Dit is dus de set die ik voor ogen had, bij normaal licht dan wel. En ja, natuurlijk voordat ik ga beginnen, dan breng ik het helemaal terug naar de basis, helemaal donker. En vanuit daar ga ik werken. Nou, als eerste wil ik even gebruik maken van een ambient light. Echt een lichtje wat daar gewoon hoort. Nou, deze lamp vond ik, die was ook daar, alleen had ik hem even zelf in de vensterbank geplaatst. Een mooie locatie voor wat diepte in de shot. Ja, en dan die mooie ramen, daar moet ik gewoon gebruik van maken. Dus mijn volgende lamp is een window light. Mooi licht wat dan van buiten naar binnen schijnt. En hiervoor gebruik ik een van mijn favorieten, de Bressen Minitube 7 Watt RGB. Dat is een lichtje wat je echt overal voor kunt gebruiken en overal op kunt hangen. Verder heb ik nog een tafeltje met wat eten en drinken en ook dat wil ik even extra benadrukken. Dus ook daar leg ik zo'n minitube neer, een kleinere versie in 6 watt met wat warmer licht. Een warmere tint om het gezellig te houden. En in de shot krijg je daardoor ook weer wat meer diepte. Ja, en dan rest alleen nog de keylight. De keylight is mijn nieuwe favoriet. De 120 SL van Bresser. Een 120 watt lamp samen met deze octobox erop. Ja, en dan ook nog eens een keer met tv-effect. Ideaal voor deze situatie. Makkelijk te besturen met de remote control. En ja, en dan is het eigenlijk even zitten en mijn rol vervullen. En wat ik hier doe is ook leuk. Ik ben bezig met de microfoon alsof ik dus de tv aan het bedienen ben. Maar in feite ben ik ook echt daadwerkelijk elke keer de aanpassing aan het doen van het lichteffect. Je kunt de aanpassing, de intensiteit continu aanpassen. Daardoor maak ik het nog meer random en nog meer realistisch. Oké. Nou, zo weten jullie dus nu wat ik graag doe in mijn avond-nachtuurtjes tijdens een verblijf bij een bed and breakfast samen met mijn gezin. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je vragen hebt, doe even een comment onder de video. Vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt en graag meer van dit soort video's wilt zien. En ik zie je graag de volgende keer weer.